Ik ben Karen en ik werk in het Healthcare Service Center. Tijdens het tweede jaar van mijn studies Financiën en Verzekeringen zijn wij hier op bedrijfsbezoek geweest. We hebben toen een seminarie gevolgd en een rondleiding gekregen. Tijdens mijn stage ben ik terechtgekomen op de dienst Healthcare, een hele toffe dienst en heel interessant werk. En ik heb dan direct de mogelijkheid gekregen om de testen te doen, om vast te beginnen. En zo ben ik in hetzelfde team gebleven als waar ik stage deed. Je m'appelle Nadia, je travaille au service des assurances soldes restendues. J'ai effectué mes stages au sein du département accident de travail. À la fin de mes stages, on a regardé un peu les offres d'emploi, mais il n'y avait pas d'offres d'emploi pour ce service-là. Donc ma chef m'a vite redirigée vers un poste dans un autre service, car elle m'a dit qu'elle allait me faire une belle lettre de recommandation, étant donné que mon stage s'était super bien passé. Elle voulait que je reste au sein de la société. Ik ben Nick, ik ben schadebeheerder arbeidsongevallen bij AG Insurance Berchem. Ik ben in contact gekomen met AG Insurance door mijn opleiding. Eigenlijk ging het vrij vlot. Er waren heel veel seminaries die dat zijn gebeurd bij AG Insurance of bij ons. Wij zijn ook op een gegeven moment op bedrijfsbezoek gegaan bij hun. Ik vond het eigenlijk zeer interessant. De werknemers namen de tijd om met ons een babbeltje te doen. Het ging over het werk en we gaan ook ineens in discussie over de materie, over het effectieve werkleven. Ik vond het zo interessant dat ik eigenlijk direct de goesting had om te gaan werken voor AG Insurance. Tijdens mijn stage werd ik zeker vast niet gespaard. Ik ben direct door mijn teamleader voor de leeuwen gegooid. Ik moest direct meewerken aan dagdagelijks beheer. Ik vond dat ook zeer plezant om dan effectieve meerwaarde te vormen. Ik vond dit een ideale start voor mijn carrière. Ik m'appelle Lorena, je travaille comme gestionnaire chez Claims. Dans le cadre de mes études, je devais chercher un lieu pour réaliser mon stage de 5 mois. Je faisais un bachelier en droit. J'avais le choix entre plusieurs lieux. Pour réaliser mon stage, j'ai choisi de venir chez AG Insurance car je me sentais encadrée et je savais que j'allais être soutenue et épaulée pour réaliser mon travail de fin d'études. Pour moi, AG Insurance est une société dynamique. Mes collègues sont assez jeunes, c'est ça qui me plaît.